Dit is een eekhoorn. En voor deze eekhoorn ga ik een luxe huis bouwen. En ik ga een huis maken voor deze koe. Alleen in mijn tuin heb ik nog nooit een eekhoorn gezien. Dus daarom ben ik nu op een plek waar er wel heel veel zitten. Ik heb zojuist een bakje met water gevuld en een bakje met walnoten gevuld. Uit Mark Robert's video is namelijk gebleken dat eekhoorns hier het meest van houden. Dus we gaan meteen testen of ze hier daadwerkelijk ook op afkomen. En dit was de eerste gast. Maar na nog geen half uur was er al de eerste eekhoorn. En zoals je ziet pakt hij hier een nootje en rent hij ermee weg. En na nog geen 20 minuten had hij letterlijk alle 12 de noten meegenomen. Oké, jongens, goed teken. Ze zijn dus gek op de dichte noten. Dit zijn de twee platformen die ik ga gebruiken voor mijn luxe villa. Maar aangezien deze platformen best hoog zijn, moet ik wel weten of de eekhoorns hier echt opgaan. Dus daarom ga ik dat op deze manier testen. Dit is de plek waar ik een koeienhuis ga maken. Heeft er ooit al iemand een koe in de achtertuin gehad? Nou, ik nog niet. Over een aantal dagen komt hier dus letterlijk een koe te staan. En een koe heeft 4 poten en mijn huis toevallig ook. Dit is dus het eerste frame van de eerste paal. En volgens mijn zeer professionele schets waar ik gisteravond aan gewerkt heb, missen er nog 3 palen. De 4 palen staan nu allemaal op een plek, maar ik zit zo te kijken en een koe is stiekem echt heel groot. Jesper, kom eens. Dit is gewoon even voor testen. Dit is geen discriminatie, maar een koe is breed. Ja, en jij bent niet de dunste. Ga maar zitten. Nee. Ja, ah, kom. Flikker op. Ja, nee. Als ik kom. Ja, ik denk, hé. Hey. Nee, ik ga me niet laten beïnvloeden. Ik ga dit niet doen. Doei, ik ga hem verder naar eekhoorn. Om bij de villa te komen, zal de eekhoorn eerst omhoog moeten via een trap. En om de eekhoorns een beetje uit te dagen, ga ik hier een hangbrug tussen maken naar de villa toe. Als jullie je afvragen, is deze trap wel stevig genoeg? Nou, 1 eekhoorn weegt 300 gram. En dat staat gelijk aan 2 frikandelbroodjes. Zo, hier moeten de eekhoorns dadelijk dus over de hangbrug. En volgens mijn berekeningen moet de hangbrug ongeveer hangen. En zo ziet de hangbrug eruit. Deze balkjes ga ik gebruiken voor het hekje. Het hekje is toegevoegd bij het eerste platform, want de eekhoorns mogen er simpelweg niet vanaf vallen. Om de eekhoorns te verwelkomen ga ik nog even een welkomstbordje ophangen. Dit staat echt helemaal nergens op. Waarom heb je eigenlijk een kale kop in één keer? Ja, onder de grasmarkt. Ik heb net allemaal van dit soort plankjes op maat gezaagd en die komen dan hier helemaal omheen. En dat maakt het dan al meteen een heel stuk netjeser. Dat is geen woord, netjes. Stap 1, plank erop. Stap 2, pak de dekker. Stap 3, en dit is gevaarlijk. Schiet hem vast. En zo moeten al deze palen helemaal volkomen, dus het gaat wel even duren. Timelapse 3, 2, 1, go! Waarschijnlijk duurt dit voor jullie 2 seconden. En voor mij duurde het 2 minuten en 22 seconden. En ik heb 16 kanten die ik moet doen, dus 2 keer 22 keer 16 is, ik heb geen idee. Mijn plan is dus om het huis op een hogere verdieping te maken. Hier ga ik eerst al deze pootjes ondermaken. En daarna kan ik hem omdraaien en dan op het platform zetten. Oh. Holy shit. Dit is nice. Dit maakt het gewoon perfect. Dit is perfect. Perfect. Dit is echt perfect. 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 Dit is gewoon perfect. En dan kan ik nu eindelijk gaan beginnen aan het huis. Gisteravond heb ik nog tot laat doorgewerkt en heb ik deze balkjes alvast op maat gezaagd. Dit zijn namelijk de balkjes van de frames voor het huis. Nu heb ik dus een frame voor de achterkant, zijkant met raam, zijkant met heel groot raam en voor de voorkant met een deur. Normaal gesproken ben ik gewend om het allemaal heel groot te maken. De villa, het waterpark en het grootste bed ter wereld. Maar nu moet dus alles heel minuscuul klein. Maar dat maakt het er zeker niet makkelijker op. En dit is dus de achterkant. Het moet wel allemaal stevig zijn, want het huis mag natuurlijk niet instorten. Auw, 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 ah, dat is zo heet. Auw, 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 auw. Laatste 3 zitten nu ook vast. En dat betekent dat deze ook omhoog kan. Na 4 uur lang geplankeerd hebben, zijn de palen eindelijk allemaal klaar. En volgens mij zit ik hier niet zo stevig op. Yep, yep. Nee. Oh,
ik dacht het al. Ja, ik moest springen. En toen besefte ik me dat het hok misschien iets te klein was. Nou, je weet hoe groot een koe is. Nee. 1,80. 1,80? Dus dat zou precies goed moeten zijn. Ik heb de drone even in de lucht gehangen en zoals je ziet, ziet het er van een afstandje natuurlijk ook echt ziek vet uit. Alleen mist het dak nog. Mooi. En nu begint het ook echt op een huisje te lijken. Dit zijn balkjes en van deze balkjes ga ik de muren maken. Ah, dat doet zoveel pijn. Prachtig. En dan muur 4. En wat zo speciaal is aan deze muur, is dat het een deurtje is. Zodat ik aan de binnenkant nog dingen kan fixen. Jullie hebben net gezien dat de eekhoorn dus op het platform is geweest. En dat is heel goed nieuws. Maar wij vroegen ons af, vinden eekhoorns frikandelbroodjes niet veel lekkerder? Dus daarom is het tijd voor de ultieme test. En nu is het simpelweg afwachten welke de eekhoorn lekkerder vindt. Dan kan nu het frame van het dak erop. Rabat erop. Het is de volgende dag en gisteravond heb ik het dak nog helemaal afgemaakt. En zoals je ziet heb ik hier ook twee windveren toegevoegd. Omdat een koe maar liefst 750 kilo weegt, wat gelijk staat aan 5000 frikandelbroodjes, moet ik een heel stevig hek gaan maken. Dus hier heb ik een balk nodig. Zo. Oh, dat was mis. 1 balk om in het midden, 2 balken nog daarnaast nodig. Yep, je moet me even helpen. Ja, ik go! Deze komt precies zo. Nu het dak erop zit, vind ik het echt heel mooi worden. Alleen hier moet nog dak leer op, omdat het dan waterdicht wordt. En ik wil niet dat als het regent mijn eekhoorntjes nat worden. En van binnen ziet het er ook heel mooi uit. Eerst wat lijm erop en dan doen we de dakleer eroverheen. Het huisje ziet er nog niet helemaal afgewerkt uit. Dus wat ik nu ga doen is de AFWERKING afwerken. Ik heb ramen toegevoegd, hekjes, een trappetje, hoekklatten, windveren. En dan vragen jullie af, wat staat hier? Nou, hier staat de familie Drabbels. Dit is namelijk het huis van familie Drabbels. Dat weten ze zelf niet, maar dat is wel. Het ziet er zo, het is gewoon echt... Ja, ik wil er zelf worden. Oma is dood, dus daarna gedachte een schilderijtje. Uit respect zetten we die gewoon binnen neer. Zodat de eekhoorn naar zijn oma kan kijken. En dat is het begin van de inrichting, want ja, ik ga dit huisje nog helemaal inrichten. En nu hiervoor nog het hek voor de wijk. Wat ik meteen heb toegevoegd is een poortje. Want de koe moet natuurlijk ook naar binnen kunnen. Natuurlijk moet er eerst hooi in het stalletje komen. Oh mijn god. Ja, dit krijgt dan meteen de koeienvibe. Ik zeg je eerlijk, de koe kan hier heel lekker liggen. Maar de koe moet natuurlijk ook kunnen drinken en eten. Dus daarom heb ik hier een voerbak neergezet. De koe die langs zal komen heet Anton. Nu kan ik dus zeggen dat het koeienhuis helemaal klaar is en dan is het nu tijd voor de koe. Na 1 dag was er eindelijk beweging bij het frikandelbroodje. Hij ruikt eraan, maar kiest toch voor het nootje. Naar mijn mening echt een slechte keuze. We beginnen rustig aan. Ik ga hier namelijk in de hoek een tafeltje neerzetten. En natuurlijk lijmen we die ook gewoon vast door een stoeltje. Eekhoorns slapen natuurlijk ook. En waar doen ze dat? Op in bed. We moeten ze natuurlijk ook lokken. En dat ga ik door middel doen van een voerbak. Natuurlijk wordt het ook een luxe huisje. Vandaar dat ik een zwembad ga toevoegen. En ja, die ga ik ook vullen met water. Plantjes, mag niet vergeten worden. Hier eentje in de hoek. Dan kan het deurtje dicht. Zo. Nu het huisje ook helemaal is ingericht, moet alles verplaatst worden naar de tuin waar wel veel eekhoorns te vinden zijn. Nu alles weer op zijn plek staat, is het nu tijd om de laatste dingetjes toe te gaan voegen. Eerst ga ik het zwembad vullen, daarna gaat de eekhoorn er echt zwemmen. Dat hoop ik zo erg, hè. Dit is echt heel mooi. Hier moet er heel veel in liggen, zodat ze de nood ook echt goed kunnen zien. Hatsakje idee. Dan leg ik er nog één op de tafel, op bed en één in het zwembad. En ik heb nog extra nootjes neergelegd om ze te lokken. En daarmee is mijn eekhoornhuis nu officieel klaar. Ik heb 4 camera's geïnstalleerd die dag en nacht draaien. En dan is het nu simpelweg wachten totdat er eentje het huis ingaat. Ik weet niet of het normaal is dat mensen koeien in de achtertuin hebben. Maar hier komt er eentje aan. Besef hoe groot het beest is.
Oh, 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 oh. De eerste strontjes zijn er een feit. Hij staat er al in. Hij zat net bij de drinkbak, dus ik denk dat hij dorst heeft. Heeft hij eigenlijk officiële naam? Treintje 96. Oh, ja, ik heb hem al Anton genoemd. Anton is meer een jongensnaam. Ja, dat kwam ik ook achter. Ja, hij gaat gewoon even naar buiten doen, dat kan ook. Hij staat gewoon mooi te chillen. En hij gaat weer drinken, denk ik. Hij heeft zijn dorst. Gaat hij scheiden. En daar ligt de eerste kwad in het, in de koeienstal. Het is ook niet zomaar even iets. Dit is gewoon wat ik in een maand scheid je in één keer. Ik kan er echt niet op, ik kan er echt niet tegen. Hij gaat drinken, jongens. Hey. Oké, Anton, ik heb een vraag. Wat vond je er nou uiteindelijk van? Ja. In een paar dagen tijd zijn er meerdere keren eekhoorns langsgekomen. Ze gingen mooi met de trap naar boven en op een of andere manier heeft er ook eentje onze camera geïnspecteerd. Maar toch durfden ze gewoon niet over het bruggetje, dus we besloten er een tak bij te zetten. En toen was het meteen raak. Maar na 5 dagen wachten was het eindelijk zover. De eekhoorn ging het huisje in. En hij drukt hier letterlijk op de abonneerbutton, wat meer mensen moeten doen, want maar liefst 67% is nog niet geabonneerd. Vervolgens besluit hij zelfs nog om uit het zwembad te gaan drinken. Hij pakt ook nog even lekker een nootje en gaat alweer vandoor. Als we nieuwe beelden hebben, plaatsen we deze op onze Instagram. Dus vergeet ons zeker niet te volgen. Abonneer, doei!